Lieve mensen, hey, we zijn vandaag aangekomen tot de prijsuitreiking. We staan hier vandaag voor het IJslands ziekenhuis voor twee superleuke toppers. Rachel en Sabine Koude, een tweelingzus. Die zijn het leukste duo geworden van de hele serie. Dus we gaan snel kijken en de meiden verrassen met de twee superprijzen. Let's go! Deze rare tijden hebben we toch deelgenomen aan de Zorg voor de Challenge. Ja. Helaas niet hoogscoren, nee, maar wel het leukste deel. Gekozen yes. Vanuit jullie collega's en voor onze organisatie. Oh, dat betekent dat jullie twee hele mooie prijzen hebben gewonnen. Ja. En dat is één een hele leuke voucher. Oh, kijk nou, wat heel erg leuk gedaan. Vanuit ons jullie hebben een jaar lang 20% korting gewonnen bij Six Rotterdam. Oh, dat betekent dat jullie een jaar lang 20% korting kunnen shoppen, onbeperkt, dus zoveel als je wil. Ja, dat moet wel. Dat komt pas goed bij jullie, hè? Dat dacht ik ook al. En jullie hebben nog een goodie bag te goed. Ik heb jullie thuis opgestuurd nog leuke spulletjes erin voor mijn werktijd en nawerken. Dus dat komt helemaal goed. Dat is één. Heel erg geweldig. Super. Fantastisch. De leukste deal. Dat zijn wij. Zeker weten. En daar wordt nog iets moois bij. We hebben nog een cadeautje. We hebben nog een award voor het leukste duo. Daar hebben jullie recht op, omdat jullie dit jaar natuurlijk ziek zijn geweest. Ja, en, helaas. Gelukkig zijn ze opgeknapt. Ja. En altijd met een hele brede glimlach op kantoor en over de werkvloer. Tenderen hoor ik voor jullie collega's. Ja. Dus, we hebben nog een kleinigheidje. Een kleinigheidje, misschien wel het mooiste van allemaal. Ze zeggen, pak hem lekker uit. Ja. Oh, ik ben heel benieuwd wat hier nou in zit. Oh, kijk dan wat leuk. Oh, wat mooi zeg. Oh, dat hebben jullie echt onwijs leuk gedaan. Onze namen erop. Hij is gepersonaliseerd, super. Dus... Nou, fantastisch. Echt heel erg leuk gedaan. Ja, dat vind ik echt heel erg leuk. Leuk dat hij het niet kan weggeven, dus hij is speciaal voor jullie gepersonaliseerd. Dus jullie hebben er ook recht op gehad. Dus ik zou zeggen, geef me een mooi plekje thuis in de kantine. Ja, dat komt helemaal goed. En ze zeggen, geniet er lekker van. Dankjewel. Heel erg bedankt. Dankjewel. Super. Super. Hey, dit was voor dit jaar het leukste duo, Sabine en Rachel. Ik zou zeggen, voor volgend jaar kunnen jullie zelf ook weer deelnemen. Volgend jaar de challenge voor 2021. Dat houdt in dat jullie deel kunnen nemen voor de ethische organisatie, het leukste duo of het fitste duo. En voor dit jaar zijn de meiden het leukste duo geworden. En daar hebben ze nou heel veel recht op gehad. Dus ik zou zeggen, blijf zeker kijken. Doe volgend jaar mee en dan zien we jullie snel. Goedjes!